Er zijn problemen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. Dit bevestigde minister Bronte Somohardjo woensdag tegenover reporters. Hij sprak voor de ministerraadsvergadering met de media over de brandende vraagstukken waar hij aan moet werken. Het is inderdaad een probleem. Er is een tekort aan materiaal voor identiteitskaarten. We hebben het al wel besteld in het buitenland, maar het gaat nog een aantal maanden duren voordat die gaat komen. Maar we hebben wel een tussenoplossing gevonden. Er is een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij het parlement waar we de EID-wet gaan herzien. Dat gaat ook betekenen dat met het herzien van de wet de oude ID-kaarten weer geldig gaan zijn voor nog een jaar lang. Dus we moesten oplossingen vinden. Er zijn een paar mankementen in het optreden van de of in het aanleveren van de ID-kaarten. Dus zo proberen we dat oplossen. Ik hoop dat morgen de wet wordt behandeld, anders volgende week. Maar als we dat hebben gedaan, zijn de oude ID-kaarten weer geldig. Dus dat kunnen we even vooruit. Somohardjo zegt verder dat hij niet wil praten over de oorzaak van het probleem bij CBB. Hij stelt dat hij geen vingerwijzing wil doen op dit moment en wil werken aan een oplossing voor de obstakels. Klopt, omdat ze zijn gebonden aan de wet en dat is ook de reden dat we de wet gaan herzien. Dat mocht ook. Er is een bepaling in de wet dat je na 5 jaar of binnen 5 jaar de wet mag herzien en we gaan een paar kleine dingen veranderen in de wet. De minister vertelt dat er ook gewerkt wordt aan een registratie van ambtenaren die de dienst vroegtijdig willen verlaten. In september moeten er al grote stappen zijn gemaakt om het proces te laten vlotten.